Oh my god, waar gaat hij heen? Au, au! Wow! Ik word aangevallen, door Wow, wie? ja, dat is zo'n dude. Wow, 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 wow! Power! Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe Minecraft video. Mijn naam is Enzo Knol en diegene die daar helemaal gek zit rond te draaien met zijn hoofd, net zoals een L kan doen, is Milan. En ik zal meteen even nu al het begin duidelijk maken. De vorige Minecraft video werd er namelijk heel veel gezegd van Enzo, wanneer komt de nieuwe survival? Die komt over een paar dagen. Ik ben voorbereidingen aan het doen. En die voorbereidingen, dat kost even wat tijd, maar het wordt heel erg vet. Dus nog heel eventjes geduld en dan gaat dat van start. En wow, wat een grote plafond is hier. Weet je waar ik achter kwam? Dat hier nog meer minigames zijn. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon iets leuks doen met Milan. Milan, ik denk als dat we hierin gaan. Ik heb het zo net heel eventjes gespeeld, maar ik ging al vrij snel dood. Klik gewoon hierop. Je krijgt een random spawn, je krijgt een zwaard, je krijgt 2 brood. En je komt serieus eens in een wereld. Met, wow. Ja, en je kan gewoon mensen, killen geloof ik. En je moet volgens mij, dat is het doel, zo lang mogelijk proberen te overleven. En je hebt soms ook kistjes. En die kistjes, moet je natuurlijk proberen open te maken. En dat gaat vrij simpel. Alleen dan moet je wel hopen dat er wat goeds in zit. En ik ben nu redelijk goed aan het freestylen hierboven. Ik loop op de daken. Misschien is het tof als jij ook naar een dak komt. En dan kunnen we misschien op die manier even meeten met elkaar. En hopelijk kunnen we dan even iedereen ownen. Ik heb zo net dus heel even... Dak. Dat was dom. Maar ik heb zo net heel eventjes gespeeld. En ik denk dat dit wel heel erg leuk kan zijn. Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. En ik denk als je wat goede spullen hebt. Dat je echt fucking goed kan ownen. En kan samenspelen. En ik denk dat dan het spel heel erg leuk wordt. Kijk, dit kan ik ook doen. Oh nee, fuck. Dit kan ik gewoon ook doen. Maar dat is niet handig. Want... Ik ben op een dak. Oh yes. Huh, wat? Dit is... Word, oh, inventory, hey, achievement, hey, dankjewel. Dit is gewoon iets waard ofzo, what the oh, nice. Fuck jou, huh? Oh my god, ik kan hem daar niet slaan. Oh, thanks. Oh, wow, hij heeft echt vies veel items gewoon, die gast. Oh, dit is een safe house, oh my god. Een safe house hier? Ja, oh my god, dit is vet, gast. Dit is zo vet. Je hebt hier gewoon, je kan gewoon armor kopen hier. Oh ja, ik zie het ook al. Zo'n groot armor house. Is dat daar? Ja. Ik kom daarheen. Cool. Ik heb 5. Nou, laten we het gewoon euro noemen. Er staat geloof ik pond. Dat is een pondteken, geloof ik. Maar 5 euro heb ik. En full diamond is bijvoorbeeld voor een diamond helmet 300 euro. En ik heb nu nog maar 5. Dus we moeten nog even op pad gaan. Holy okay, ik shit. Kom eraan. Dit is echt gaaf, man. Dit is lachen. Dit is een leuke minigame, vind ik nu al. Hoe kom je naar binnen dan? Oh, mensen gaan me achterna, denk ik. Oh shit. Ik ga wegrennen hier. Oh je zit toch in dat safe house? Oh, ik ben hier aan het vechten. Oh my god. Nee, ik ben dood. Ja, ik zag jou net. Je liep mij voorbij. Ja, ik zat in die armor shop. Daar moest ik heen en dan ga je eruit. Ja, ik dacht, ik ga heel eventjes wat items halen. Oh my god. Sorry, ik kom daar wel weer heen. Oh shit, dit is echt dom. Maar het gaat goed komen, mensen. Dit is wel vet. Ik denk als we goed samenspelen. Dus als ik dan de volgende keer ook even wacht op jou. Oh, hier. Chest. Wow. Iemand heeft mij een dark coin gegeven. Au. Ga weg. Ik ga wegrennen. Au. Nee. Niet nog één keer slaan. Dan ga ik. Kijk, dood. Fuck. Dit is best moeilijk op het begin. Wow. Waar span ik? Hopelijk zijn hierboven wat chesten. Wow. Dit is wel episch. Het is wow, hier ben ik nog nooit geweest aan deze kant. Ja, eens moet je eerste keer zijn natuurlijk. Oh, ik zie een chest. Altijd als je een chest ziet, tot nu toe, zitten er 5... Oh, fuck it, ik laat mezelf gewoon vallen. Oh, nu 2. Hey, voor de verandering. Zit er geld in? Wauw, hey, maar weet je, als je te lang in die armor ding blijft, of die andere en dat huis, dan gaat je eerst je food helemaal naar beneden en dan je levens helemaal naar beneden. Oh, nee, echt? Ja. Oh, wauw. Daarom was mijn voertuig in één keer zo leeg geworden zo net. Ja, als je te lang daar blijft. Oh. Omdat je dan natuurlijk aan het campen bent. Omdat je dan wel veilig bent. En ja, dat mag tuurlijk. Logisch. Ik zit nu in een, ik zit nu nog in een safe house. Oh, ik kan hier niet uit ofzo. Wow, ik zit gewoon... Mag ik hier nog... Welk huis zit je? Want dan kom ik naar je toe. Oh my god, ik zit... Wat gebeurt er? Ik weet het niet. Jij vertelt allemaal dingen, maar... Wat gebeurt hier? Ik heb zware lek. Wat is dit? Ik zit helemaal vast. Wat gebeurt hier? Oh my god, what the fuck is dit? Oh, ik word gekild. Ik heb armor en alles. Echt? Ja.
Nice, dan moet ik jou zien te vinden, bro. Dit is serieus lastig, mensen. Misschien is het leuk om een keer ook met meerdere YouTubers te doen. Dan zijn we een beetje verspreid over de map. En dan komen we eerder elkaar tegen, zodat we eerder teams kunnen maken. Ik probeer... Ja, ik heb gewoon coins. Ik heb 5 pond, dollar. Ja, euro, noem het. Euro. Oké, euro. Oké, ik ga proberen om jou straks te vinden. Ondertussen probeer ik even wat items te verzamelen. En even een tip. Oeh, je kan niet... op alle daken springen, zeg maar. Dus je kan niet van het ene... Je kan wel vaak van het ene dak naar het andere, maar niet altijd. Dat dacht ik wel. Dus daar ging zo net even de fout in. Maar je moet even naar een meeting point komen. Ja, maar hoe kan je dat... Oh, die 2 zwaarden. Hé, ik zie je. Hey! Heb jij eten voor mij? Oh, ik heb nog ja, 2 ja, eten. Heb ik. Heb je armor? Deze kant op. Spring maar hierheen. Ik kan niet daarheen. Ja, oké. Ik heb armor hier. Nice! Nu gaat het leuk worden. Nu gaat het spannend worden. Nu gaan we, tenminste, gaan we teamen. Die heb je al. Oh ja, die heb ik al. Maar doe ze even in de crafting, dan kan je hem level uppen. In de crafting? Ja, doe 2 van die armor in je crafting. Oh wow, dat wist ik helemaal niet. Kijk, hier beneden loopt iemand. Hier beneden. Gaan we hem killen? Nee, hij is goed. Ja? Oké. Ja, ik weet niet. Ik geen idee of hij Nederland heeft. Volgens mij heeft hij hetzelfde als ons, maar... Gaan we naar hem toe? Laten we naar hem toe springen gewoon. Oké. Die gast. Tada! Oh, dat redden we niet! Oh my god! Oh, dan gaan we deze gast killen! Kill hem! Hij was toch goed, zei je? Nee, we hebben hem dood. Wat een kerel. Snel eten. Ja, als die gast naar beneden komt, dan killen we hem ook. Maar ik denk dat hij het niet aandurft. Ik kan dat ook met zwaarden? 2 zwaarden naast... Ja! Tuurlijk kan dat. Oh my god. Maar met zwaarden heeft het niet heel erg veel nut geloof. Dat is de kerel die me heeft... Wow, waar ben ik? Oh, komt ie. Ik val hem ook aan. Yeah! Nice. Oké, even snel naar een hoekje, dan kunnen we even snel de armor upgraden. Oh, dat moeten we elke keer doen. Een zwaarder en zo. Dan komt iemand aan. Ik ben gecrouched. Je moet crouchen, dan zien ze je niet en dan kunnen wij straks aanvallen. Oké. Waar dan? Oh, hij is daar boven. Zullen we hem pakken? Hij is hier om de hoek. Zie je? Hij staat hier boven. Kom, gaan. Ik kom. We gaan achter hem aan. In de achtervolging. Toem. Ja, ik ga hem hitten. Oh. Nice. Ja. Oh, hij heeft me nog geen één keer gehit. Oh, ik heb hem dood. Pas op, nog iemand. We gaan hem pakken. Wow. Ik sloeg jou, sorry. Maar we hebben hem. Ja, we hebben hem. Wow, hij had veel spullen. Chest. Maar ook zo'n dude. Nee, mijn chest. Oh my god, ik kom je helpen. Oh, is hij dood? Ik heb hem al. Nice. Oh, hij laat geld droppen. Ja, omdat hij die chest... Wow, ik heb 20 geld. Kom hier naar binnen. Save point. Oké, snel. Snel alles upgraden. Qua armor. En snel alle armor verder weggooien. Een klein beetje upgraden, de rest weggooien. Hoeveel geld heb ik? 5. Ik heb $5. Oh, ik heb 20. Misschien kunnen we op dat front ook samenwerken. Ik heb een golden sword heb ik. Oké, ik geef jou dat geld. Oh, nice. Oké, we moeten weg. Mijn eten gaat naar beneden. Oh, mij ook. Maar ik heb 42 voet, hè. 42 heb ik. What? Oké, we gaan weg. Let's go. Nee, wacht. Ik geef jou even wat voet. Heb je het nog nodig? Oh, ja, dat klopt. Oh, dit is... Kijk, dit is vet als je eenmaal ergens komt. Oh, ik heb een gold coin. Oké. Ja, ik heb die aan jou gegeven. Ja, ik heb geld aan jou gegeven, zodat jij kan upgraden. Je kan wat kopen daar, hè. Oh, met die gold coin? Wacht, dan gaan we even naar binnen. Oeh. Okay. Ik denk, misschien kan ik wel van binnenuit sneaky. Moet er even op drukken. Ja. En dan kun je iets kopen. Voor 25 kun je bijvoorbeeld golden boots of zo. Of ja, iron. Weet ik. Ik heb 20 dark coins. En dus ik kan wel gold boots kopen. Maar ik denk dat ik ga sparen voor iron of zo. Full iron of zoiets. Okay, er staan hier denk ik 2 Nederlanders. Die moeten we niet slaan, maar... Oké, kom de andere kant. We gaan nu via de andere kant gewoon eruit rennen. Volg mij. Ja, ik volg jou. Oh yeah. Hier omhoog. Tjak. Snel, tak. We zijn net Assassin's Creed. Ja. Hoja, 360. Je wil 360 doen. Oh, waar ben ik? Oh yeah. Okay, we moeten op zoek gaan naar chesten. Want we gaan ze sowieso killen hoor. We gaan ze gewoon killen. Het is gewoon... Kom, ze vallen ons niet aan, hè? Nee, maar we moeten... Misschien hebben ze coins. Ze doen niet met hun zwaard naar rechts. Oh, pak hem! Oh shit, ik val naar beneden. Geen probleem.
Ik pak hem aan. Oh nee, ik red het niet. Oh my god, ik ben dood. Nee, oh, echt? Oh, die gast had een fucking goed zwaard of zo. Ja, die had iron. What? Volgens mij. Oh my god. Ja, dat is jammer. En nu ben je alles kwijt. En dan beginnen we helemaal overnieuw. Jongen. Oké, nog één keer proberen dan. We gaan nog één keer heel goed teamen. Dat gaat ons lukken. Meestal als ik op het begin span... Oh fuck, dit was denk ik niet slim. Ik heb meteen alweer iemand dood. 40 brood heb ik. Oh, ik heb ook iemand dood. Ik heb 8 brood. Ik ga meteen mijn armor even upgraden. Ik heb platinum coin en dat soort rommel allemaal. Oh, je hebt die potions. Oh, dat heb je ook. Oh, nee. Ik ga dood af. Oké, Milan, even een tip. Als je in een huis gaat om iemand te killen. Wow. Ik word zwaar. Oh, ik had... Wow, we gingen met z'n drieën tegelijk dood. Waar ben je? Ja, ik weet het ook niet hoor. Als je in ieder geval in een huisje gaat om mensen te killen, dan ga dan ook zo snel mogelijk weer uit daarna als je iemand hebt gekillt. Want in een huis zit je gewoon vast. Even dat je het weet. Wow, zag die gast dat doen? Dat wil ik ook. Ik ben weer op een dak. Oké, dat was niet slim. Je bent weer op een dak. Ik ga... Oh, ik ga hier weg. Veel te veel mensen. En dan ga ik crouchen. En dan kom ik om de hoek. En dan heb ik hem. Oh, ik had hem. Maar daarna ben ik ook doodgeslagen. Oh, ik ga achter hem aan. Meteen in de achtervolging. Oh my god, deze dude. Oh, nee. Yes, ik heb ze naar beneden geslagen. Haha. En nu is hij dood. En nu ga ik hem pakken. Oh, nee, hij heeft een eigen zwoord. Nee. Oké, je moet echt beter kijken dan ik dacht. Oh my god. Er was eens een dude die had hacks, want die vloog omhoog en die killde mij. Oh my god. Oh Milan, ik zie jou! Ik zie jou! Ik loop achter je aan. Ik heb vet veel spullen, Weg! Kill hem! Ja! Ja, goed zo. Oké, kom in een hoekje, ik heb vet veel spullen, gast. Ik heb gold coin. Oh my god. Okay. Ik ben mijn armor aan het upgraden. Ja, ik ook. Ik heb al het beste van Jane, zeg maar. Oh my god. Oh, er staat hier gewoon een gast. Lol. Ja, die doet niks. Oké. Lucky boy, je bent een baas. Ja. We moeten naar een checkpoint. We moeten even veilig. Heb jij geld? Ik heb een gold coin en 4 dark coins. Dus bukken. Het zijn 2 man. Oh, we gaan erheen. Open. Ik heb geen vol leven, maar... Ik heb wel food gegeten. Oké, fuck it. We gaan ergens naar boven, Milan. Ik ben hier. Oké, ik volg je. We kunnen hier naar boven. Hier gaan we erop. Assassin's Creed, gaan we op daken. Voel me net een vogel. Hoppakee. Oké, dan gaan we naar dit dak. Bam. Oké, dat gaat lekker. Even goed blijven eten, zodat we elke keer die levens terugkrijgen. Hoppakee. Oh, okay. Daar kunnen we niet heen. Nee, maar we kunnen... Shit, we kunnen vanaf hier nergens heen. Nee, dat bedoel ik. we kunnen hier naar de overkant, dat redden we wel. Oeh, nog maar net hoor. Echt nog maar net. Oh, nee. Oh my god. Nee, beneden. Ik kom je helpen. Oh nee, hij heeft een golden zwaard. Tik hem. Ja! Oké, snel weg, in een huis. Hier om de hoek. Hier, kom maar hier in de hoek. Deur dicht. Oké, deur dicht. Nee, en in de hoek gekrouwd staan. Ja, hij kan niet dicht, geloof ik. Okay. Ik heb een gold helmet. En jij hebt een golden zwaard. Oh, ik heb ook een golden zwaard. Nee, golden boots heb ik. Oh, ik heb een golden zwaard. Nice. En ik heb 18 food. Oh, en mijn wekker gaat af. Oh, er komt iemand binnen. Ik ga tikken. Oh mijn god. En ik heb hem. Oh, hij had mij. Oh, er is iemand. Hij komt naar me toe. Hij komt alle spullen oppakken. En ik laat dat niet toe. Ren weg. Nee. Milan, kom op. Nog één keer. Oké, ik heb een chest geopend en ik heb goud. Ongeveer $8. Oh. Beste spawnplek ever. Mensen, beste spawnplek ever. Oh my god. Wat dan? Ja! Nou, ik kom op een plek en daar waren 2 mensen aan het vechten. En ik sloeg ze allebei 1 keer. Toen ging ze allebei dood. Oh my god, je klinkt als een heks net. Ja, dat was echt terrifying. Ik weet het. Oké, ik heb 7 eten. En dan komt hier iemand omhoog. Oh, en dat is een meisje. Die ga ik niet aanvallen. Wow, ik kan hier ook omhoog. Hoe moet ik dat doen? Wow, hoe moet ik hier omhoog? Iemand moet me een voetje geven. Oh, red ik dat net niet? Je zou denken dat je dat net redt. Ach ja, wat zal het ook boeien. We gaan wel ergens anders heen.
We gaan sowieso op zoek naar food. Oh, ik heb nog safe food. Oh, dat was ik heel eventjes vergeten. We gaan op zoek naar goed armor. Kijk, kan ik hier? Ja, dit ga ik redden. Ga je naar armor toe nu, of? Oh, ik zag je, Milan. Blijf staan! Kijk, hallo! Hey, kom omhoog! Iemand achter je, pas op, iemand achter je. Ze willen je aanvallen! Wow! Kom vechten! Oh my god, ik ben dood! Oh my god, ik neem wraak! Wow, er zijn heel veel mensen. Ik ga weg! Ik heb wel één iemand gekillt, geloof ik. Oh my god. Ik leef nog. Ik ben aan het eten. Iemand komt hierheen. Ik ga hem slaan. Oh, het zag er niet naar uit alsof... Oké, nu ga ik weg. Het is tijd om weg te gaan. Zit hij achter me aan? Ja, hij zit achter me aan. Ik ben bij die ene boom. Dit moet ik tactisch oplossen, mensen. Weet je waar die boom is? Oh my god. Waarom zit ik af en toe vast? Dat vraag ik me af. Zit hij nog steeds achter me aan? Ik heb geen idee. Ik blijf rennen. Oh. Oké, hier ga ik even stilstaan. Oké, waar sta je stil? Want dan kom ik naar je toe. Helemaal aan de zijkant. Ik ga weer op een dak. Oh, dit is een moeilijk parcours. Oké, dit parcours ga ik niet redden. Oh, ik zie iemand met een helm. Met een iron helm. Een chain helm was het trouwens. Oké, yes. Ik ben op een dak. Okay. Ik heb hier een chest. Yes, er zit geld in. Twee chesten? Of is het gewoon dat je enthousiast bent dat je twee keer hetzelfde zegt? Nee. Er is één chest. Wow, er is hier iemand. Dus zijn naam is Groen. Volgens mij betekent dan dat hij heeft betaald of zo. Donatierank of zo, ja. Maar ik ben bij Potion gebouw. Yes! Ik heb hem verslagen. Oh, nee. Ga weg. Oh my god, rennen Enzo. Rennen voor je leven. Kom op, rennen met die Nike's. Yes. Iemand zit me achteraan, maar ik ben sneller. Oh, hij zit me nog steeds achteraan. Ik moet hem afschudden. Ik moet ergens snel omhoog gaan. Ik moet eerst even snel eten. Oh, hij zit me nog steeds achteraan. En hij heeft een vet enge skin met vet enge ogen. Oh my god, er zit iemand me heel erg achterna. Dat wil ik niet, ga weg. Oké, dit is een trucje, mensen. Oh, gedodged. Ik dodge hem nog echt ook. Oh my god, Waar ben jij? Ja, wacht even. Ik moet echt even dit doen. Oh my god, ik was helemaal aan de zijkant, maar ik probeer nu ergens omhoog te komen. Oh my god, ik moet even een makkelijke... Oh ja, dit is makkelijk omhoog komen. Wow, iemand zit met een pijl en boog hier. What the fuck? Met een pijl en boog? Ja, man. Oh, er zit hier iemand. Oh my god. Oh, dat was zo stom van mij. Oké, deze gast ga ik pakken in zijn rug. Oh, hij is al dood. Oh, een chest. Yes, een chest. Milan, ik krijg geld binnen. Ik heb veel geld. Ja, ik wil je best vinden, maar... Ja, er zit hier ook iemand met een boog. Hij heeft oranje armor aan. Ik ben nu in een shop. Kut, ik viel naar beneden. Oh, dit is zo stom. Oh, jij bent in een shop? Ik wil ook naar een shop toe. Want ik heb niet zoveel levens, maar ik heb wel best wel veel geld. Oh, volgens mij zie ik hier... Wow, wat is dit? Wow, dat was een groot gebouw. Ik weet niet in welke shop ik zit. Ik zit in gewoon een wapenshop. Wow, je kan een bow kopen en arrows voor $1. €1, sorry. Echt? Ja. Ik heb geld. Ik heb maar 13, dus ik kan niks kopen. Wow. Die gast had een boog. Oh my god, er zit iemand me achterna, maar ik weet niet of je vrienden wil zijn of niet. Oké, ik ben helemaal aan de zijkant van de man. Hij wil vrienden zijn. Waar ben jij? Oh, hij wil ook vrienden zijn, sorry. Ja, ik ben nu ergens in het midden van de map. En ik probeer naar zo'n checkpoint te gaan. Midden van de map? Wacht, ik kom ook naar het midden. Oh, ik zie een trap. Dat is bij die grote toren. Blijf staan jij. Yes, hij blijft staan. Au, ik word aangevallen. Au. Oh, ze vallen hem aan, voor mij geloof ik. Oh ja, nou laat hun maar lekker vechten. Ik ga er vandoor. Kalm. Een chest, nog een chest. Oh, daar zat maar $1 in. €1. Oké, eten. Oh, nog een chest. Oh my god, ik kom op elke hoek kom ik een chest tegen. What the fuck? It's my lucky day. Ik loop nu op een van die daken. Ja, ik probeer ergens een dak op te gaan. Ja, hier kan ik heel mooi een dak op gaan. Heel mooi. Hoppakee. Oké, ik ben een dak op gegaan. Nu zouden we elkaar straks tegen moeten kunnen komen. Ik kom ineens een dude tegen en die geeft me allemaal coins. Oh, dat is super nice. Ik geef hem mijn armor. Wow!
Ik heb 6 platinum coins en die zijn 10 euro waard. Dus je hebt 60? Ja, en ik heb 6 gold coins. Nee, ik heb in totaal... Ja, vrede. Oké, hij is vrede. Ik ben hier ook met... Wat? Gast, dit is hier één iemand die zegt die wil vrede en dan is detect hij ons. Wat een klootzak. Ja. Ik heb 25 coins, Milan. Oh, ik heb ook boots. Nice. Open. Milan, ik heb echt al vet armor. Wow, en ik heb leggings. Milan, ik heb bijna full chain body. Serieus? Ja. Ik heb echt goed armor nu. En ik heb gewoon 25 euro. Oh my god, deze minigame is leuk. Wat vinden jullie hiervan, kijkers? Ik vind het echt gaaf. Ik vind het moi. Want je bent heel snel ben je dood. Iedereen ziet mijn naam, Koning Malino. En ik zie ook in het chat constant van... Kom, we gaan met z'n allen Milan killen. Kom, we gaan met z'n allen Ensen zoeken en killen. Echt? Ja, dus dat is iets minder. Maar als ik onder een andere naam stond, was denk ik wel een leuke game. Wow, die gast had een reflex van hier te Tokio. Maar hij hoort bij mij. Waar ligt Tokio en zo? Bij Japan. Oh ja. In Japan. De hoofdstad van. Ja. Oh mijn god, ik denk dat ik me ga bemoeien met een gevecht. Oh, checkpoint! Checkpoint! Motherfucking checkpoint! Oh yeah! Oh mijn god, hier is allemaal eten! Wow, oh, je bent bij... Wat is beter, ladder of chain? Chain, ja, chain natuurlijk, ja. Ja, je hebt hier gewoon food. Ik heb vet veel food, kan je hier halen. Maar dat heb ik allemaal... Wow, een golden apple is 300 waard. Maar ik heb dat allemaal niet nodig. Ik ga er weer vandoor. Kalm. Ik moet weer even met jou meeten, man. Ik kan je wel wat items geven, namelijk. Ja, ik ben helemaal aan de zijkant van de map. Oké. Ik denk dat ik deze gast even ga killen. En ik denk dat ik dat wel ga... Dat zou ik moeten winnen. Want ik heb vet goede armen. Oh, een chest zie ik hier. Hopelijk gaat die gast voor een chest en laat hij mij met rust. Ik moet gewoon wachten op jou, denk ik. Ik denk dat ik hier om de hoek ga. Ah, hij gaat voor de chest. Hij ging voor de chest. Au, nee! Ik ben gekurfd. Oké, Enzo, ik weet waar ik ben. Ik ben helemaal aan de achterkant van de map. Helemaal aan de achterkant. Helemaal aan de achterkant van de map. Ja, als je zeg maar de wapenshop ziet, dan moet je helemaal naar de achterkant lopen. Met het zwaard. Oké, dan gaan we nog één keer meeten met elkaar. Of dat gebouw met dat zwarte, dat kan ook. Daar ben ik ook in de buurt. Ah, ja, ik zie die zwaarden. Ja? Ja, ik zie die zwaarden. Oké, nou, loop daar richting heen. En dan op een gegeven moment zie je een zwart gebouw boven ergens. Oké, deze kast is... deze kast? Wow, hij had geld bij zich. Deze gast is een free kill. Hij stond gewoon AFK. En ik jat gewoon 4 coins van hem en 11 dark coins. Gunstig. Want ik sta nu hier zo te wachten op jou. Oké, cool. En dit is best een veilige plek. Er is nog maar één iemand omhoog gekomen. En die slide meteen vanaf. Oh mijn god, hoe kom ik bij die chest? Er is hier gewoon een chest. Oh mijn god, kan ik hier inkomen? Nee. Oh, ik kan hem openen. Ah, er zit niks in. Stomme chest! Had me in de maling. Ik ga nu naar de wapenshop toe. Oké, ik ga via de daken. Met dat gouden zwaard, hè? Oh, shit. Met dat gouden zwaard. Ja, goud zwaard. Oké, even kijken. Ik ga even op daken. Ik denk dat ik het dan... ik zie... Ja, goud zwaard staat erop. Ja, daar ben ik al bijna. Oké, als je op het daken gaat, dan zie je mij sowieso. Fuck jou! Fuck jullie bedoel ik. Oh, hij heeft een chest. Oh, ik ga weg. Oh mijn god, ik moet hier snel weg. Lukt het? Oh mijn god, ja, het lukt nog maar net, denk ik. Oh my god, ik moet hier echt weg. Ga ik dit redden? Oh shit. Ben je bij de muur? Ik ben bijna bij de armor. Ik ben bijna bij het armor. En dan ben ik veilig. Nee, je moet naar die zwaard. Nee, maar ik ben hier veilig. Yes, ik ben veilig. Ik ben bij het zwaard. Maar ik zie jou niet. Oké, je bent bij het zwaard. Ja, ik ben bij het zwaard. Zal ik naar het zwaard toe komen? Ja, graag. Want ik heb nog maar 2 hartjes. Ik ga heel even herstellen. Ik heb genoeg eten, dus ik kan hier wel even blijven staan. Kom maar aan. Ik heb 13. Kijk, iedereen geeft me spullen. Ik heb 18 coins, zeg maar.
18, ik heb 4, dus... Oh nee, een gold, nu snap ik het. 1 gold coin. Dat is 10. Ja, nee, is 5 waard. 1 gold coin. Oh, hier, ik ben er ook. Hey. Dus ik heb nu gewoon 30 nog wat spullen. Dus ik denk dat ik hier gewoon iets goed ga halen. Zal ik jou ook even al mijn coins geven? Zo. Wow, nice. Nu heb ik 5 keer 5 is 25. Plus dit is 25. Is 42? 42 coins. Wat kan ik daarmee halen? Oh, daar kan ik alleen een woedend zwaard mee halen. Nou, die zijn er genoeg. That's it? Ja. Ja, je kan wel betere wapens halen, maar heb je meer coins voor nodig natuurlijk. Okay, wat heb je nou wat food voor mij? Ja, ik heb 5, dus dat moet goed. Ja, maar iedereen staat voor je, dus je moet even oppassen. Hier, gooi hier in de hoek, ik gooi het hier in de hoek. Ja. Dank je. Oké, zullen wij er vandoor gaan? Ja, snel, kom. Oh nee, wacht, kom naar binnen, snel. Ja, iedereen attack mij al! Oh, nee. Oké, andere kant snel. Snel. Achtervolg mij. Ja, ik kom eraan. Oh, iemand attackte mij daar. Rennen. Oké, gewoon rennen. Gewoon gaan met die handel. Probeer erbij te houden. Oh my god. We moeten snel proberen naar boven te gaan, dan ben je echt veel veiliger. Ja, echt veel veiliger. Je gaat wel goed, Hier is de veilige kant. Oké, hier kunnen we naar boven. Huh? Nee, dat kan niet. Nee, kom door. Oh my god. Hierheen. Oké, ik achtervolg je. Ah ja, hier kunnen we naar boven. Dit was die... Die Assassin's Creed move. Hier stond ik te wachten op jou. Oh my god. Precies hier. Oké, hier zijn we een beetje veilig. Nu moeten we echt gaan rocken, Milan. Oh, er komt iemand omhoog. Oh! 1 hit en dood. Nice. Heeft hij geld? Nee, hij liet alles droppen, maar die spande meteen. Het was allemaal weg. Oh, jammer. Hij had een gouden helm, maar ja. Oké, we moeten even gaan kijken. Ik denk dat ze beter terug kunnen. Dat kan nog namelijk. Komt iemand aan? Hier is iemand. Oh, kijk dan. Oh! Oh, hij geeft eten. Oh, hij geeft geld. Hun horen bij ons. Oké, nice. Awesome. Wow, chill. Ik heb nu veel geld. Ik heb nu 45 heb ik nu. Oké, ik heb hier ook nog coin voor jou. Oh, dankjewel. Oh, we kregen dit nog, maar die hebben we al. Ja, daar heb je echt overvloed altijd aan. Oh, eten. Handig. Ja, ik heb nu 3. Oké, als hun bij ons horen, dan kunnen we echt wel ver komen. Ook. Ik denk het ook, ja. Oké, laten we hierin gaan. Hoppakee. We moeten chests zien te vinden ook. Af en toe even naar beneden een beetje kijken. Oh, hier is een gast. Zullen we die killen? Doe je ding, joh. Hij heeft een... Oké, laat ze hem killen. Oh, achter ons wordt ook aangevallen. Ja, ik heb deze gast dood. Stop, achter ons. Oh nee, die horen bij ons. Ja. Oké, ik heb maar 1 geld volgens mij van hem gekregen, dus het was niet echt heel veel. Oh, kom, we gaan deze attack. We gaan ons mengen in dit gevecht. Ja, ik heb hem dood. Hoppakee. Maar ze droppen niet iets waardevols of zo. Nee, dat is heel gek. Hierachter zitten niet echt de assassins of zo. Maar je komt vanzelf wel iemand tegen die wat goeds heeft. Wat is dit voor huis? Ja, dit is armor. Ja, zullen we hier even naar binnen gaan? Ja, probeer hier iets te kopen. Ja, even kijken. Jij hebt best wel veel geld. Ja. Ik kan, even kijken. Ik kan een helm kopen, een iron helm. Doe, meteen ja, doe. Die heb ik gekocht. Ik heb een iron helm, kijk. Oeh. Kom, we gaan er weer uit. Oké, laat me even wat eten. Oh, ze willen jou aanvallen. Kom, maar die duwt hier op mij. Snel aan de andere kant, kom. Snel. Kom hier. Kom hier. Ah. Ik ben naar links gegaan. Oh ja, ik zie jou hier. Ik kom hier mee. Nee, ik ga bij de dood. Oh nee. Wow, die gast, wat heeft hij voor armor aan? Ik heb geen idee. Oh yes, hij is dood. We hebben hem gekild. Nee, jij hebt hem gekild. Ja, maar ik bedoel, die gast die bij ons... Oh, een chest. Oh, daar zat maar eentje in. Oh, ik ga gewoon verder totdat ik dood ga. Tuurlijk, je moet ook verder dat je dood gaat. Ik ga niet in één keer weg. Ik heb al verloren helaas. Ah, jammer Milan. Maar we zijn best ver gekomen nog. Maar we leren er wel wat van voor de volgende keer. Ja. Oh, dit is die gast die bij mij hoort. Ja, nice. Oké, nou. Ja, die gast die met die groene skin, zeg maar. Oh, daar komt iemand aan. Oh, hij gaat vechten. Ik wil hem helpen. Oh, fuck, hij is doodgaan. Ik moet hem nu attacken, ik moet hem nu doodmaken. Yes! Hij is dood. Yes. Oké, nu moet ik oppassen. Oké, even al die items droppen. Oh, hij had een arrow. Maar die is niet zo heel veel waard, toch?
Nee, $1. Euro. Pond. Ja, ik bewaar hem toch. Nou, voor de liefhebber, alsjeblieft, allemaal spullen. Het is wel... Het hartjes erbij krijgen gaat gewoon echt heel erg... ik zie hier allemaal chesten. Oh, die stapelde ik mooi op. Ik zie daar nog een chest. Oh, nu gaan we lekker hoor. Nu heb ik het door. Ik heb gewoon een mooie tijgerhelm op. Hoppakee, ik heb alweer 15 coins. Kan ik straks een boots van kopen? Een boots. Kan ik straks boots van kopen? Ja, maar het is echt duur hoor. Ik bedoel, een diamond sword is gewoon 200 of zo. Ja, 250. Dat is wel echt heel erg duur, ja. Dat is bizar. Ja. Dat is bizar zelfs, zo. Het is bizar. Het is gewoon bizarre tijden. Dus de economie hier in het spel klopt voor geen hol. Oké, ik ga mensen opzoeken. Ik ga gewoon puur mensen killen om nu coins te krijgen. Ik denk dat het handigst is. Fuck jou! Oh nee, horen bij elkaar. Sorry. ik begon die gasten aan te vallen. Oh, hij geeft mij geld, dankjewel. Ik begon die gasten aan te vallen die ons zo net hielp. Ik krijg gewoon 6 coins van hem. Je valt hem aan en dan geeft hij jou geld. Nou, dat is een mooie... Ja, maar we vielen elkaar allebei 1 keer aan. Dus het was nog ver, weet je wel. Oh, ja. Oké, nice. Oh, ik ben hier in een shop. Ik heb geen idee wat voor shop het is. Even kijken. Oh, poisons. Dat is poisons. A poison of healing is 20 coins. Die kan ik halen. Maar heeft dat echt heel, heel veel nut? Nee, toch? Het is gewoon eenmalige heal. Dus als je laag heal bent en je hebt iemand gekillt. Ik zie een chest. Als ik een chest zie, ben ik meteen verliefd, jongens. Maar ook al had ik eerder in de aflevering het wel netjes gedaan dat ik die chest liet liggen. Want ik had iemand achter me aan zitten. En toen zei ik hoop dat die gast voor die chest ging. En die gast ging voor die chest en die werd gewoon dik vermoord gewoon. Dus... Splash potion is beter. Als je die kan kopen, splash potion, dan ben je dat is beter. Oké, ik ga hier proberen nu naar boven te komen. Ja, dit gaat goed. Ja, dit gaat beter. Nog een kilometer. Hoppakee. Zo, oké, die gast loopt hier beneden. Oh, hij gaat hier omhoog. Even kijken. Hier kan ik omhoog. En dit haalde ik de vorige keer niet, maar... Oh, wow! Dit zag ik niet. Oh my god. Nice, bro. Oké, we gaan mensen opzoeken nu. Daar is iemand op het dak. Val hem aan. Oké. Oh, ja, hij begrijpt het. Oh mijn god, hij begrijpt mijn code. Oh mijn god, hij gaat ervoor. Oh, hij heeft hem gekild. Hij begrijpt mijn code. Ja, hier achter je. Oh, one hit kill. Oh mijn god, hij komt revanche nemen. Yes, we hebben hem weer gekillt. Oh, we zijn een goed team. Oh, hij geeft me allemaal geld. Oh, yes. Lekker hoor, gast. Goed bezig, man. Oh my god, dit is echt nice. Ik heb alweer 26... 41, Milan. Ik heb alweer 41 coins. Holy shit. Ja, ik ga nu echt lekker. En ik heb nog steeds mijn Iron Helm. En die gast die achtervolgt me nog steeds. Echt super nice. Ik wil ook even... Hier, alsjeblieft. Eten, pak op. Ik wil ook even wat terug doen, weet je wel. Anders dan geeft hij mij... Oh mijn god, val die gast aan. Oh, laat me erbij. Hij is bijna dood, anders rent hij ook niet weg. Yes, we hebben hem gekillt. Oh, en hier nog een gast. Ik kom je helpen. Oh, dit wordt een ravage. Ze willen mijn helm. Oh, die gast die is goed, man. Die gast is goed, jongen. Hier, nog eentje dood. Hoppakee. Hier. Oh, nu moet ik weg. Verstandig zijn, Enzo. Kies voor jezelf. Oh my god. Ik ben jou aan het zoeken nog, maar... Fuck jou. Oh, hoort hij bij mij? Oh, hij is wel aan het vechten daar. Ik weet niet wat hij gaat. Oh, hij rent nu weer weg. Ik heb geen flauw idee, maar ik ga hier naar binnen. Later. Ze hebben het ook over je in de chat. Ik zag Enzo met een iron helmet. Serieus? Ja. Ik ben in de wapenwinkel, Milan. Wapenwinkel. Ja, oké, wacht. Okay. Dat je nog steeds leeft, man. Ja, ziek hè. Best wel lang al. Het gaat echt lekker. Oké. Met dat zwaard? Met dat gouden zwaard? Ik heb geen flauw idee wat hier op staat. Ik kan het niet zien. Wat verkopen ze daar? Ik krijg een golden chestplate van iemand. Wow, wat verkopen ze daar? Oh my god. Ze verkopen hier zwaarden. Nou ja, dan is het bij dat gouden zwaard. Ik kom eraan. Oh, en ik krijg een stone sword. Zo, die gast is rijk. Ik krijg dikke chic shit van hem, man.
De lange 07 heet die, geloof ik. Dankjewel. Dit is echt cool, man. Als je eenmaal lekker bezig bent, dan is het... nice. De rijkste assassin ter wereld. Hé, hey, man, ben er. Yo. Ik heb geen eten, ik heb geen eten. Oh, ik kan je wel wat eten geven, alsjeblieft. Oh, ja, pas op. Dankjewel. Ik heb bijna geen eten meer, dus we gaan nu weg via deze kant. Kom, volg mij, Milan, volg mij. Yo. Als het goed is, hoort bijna iedereen bij ons, maar dat weten we natuurlijk nooit helemaal zeker. Nou, ze hebben het de hele tijd op mij gemunt, hoor. Oké, we gaan naar de andere shop, want ik wil even mijn coins besteden voor iets goeds. Ja. Achtervolgen we nog? Ja, nice. Ja, zeker. Oké, hier is je anders. Oh, een chest. Snel openmaken, snel pakken en weer door. Oh, dat deed ik snel. Oké, we gaan hier naar binnen. Oh shit, terug. En dan naar rechts. Oké, nice. Hier is armor. Ik had de verkeerde afslag. Even kijken, wat kan ik... Ik heb boots nodig. Hoppakee, iron boots gehaald. Nu heb ik gewoon armor. Oh, iemand... Als iemand voor zijn armor gaat... Oh, ik heb geen eten. Laten we weggaan. Kom, Milan. Kom. Yep. Valt hij aan? Gewoon meteen vechten buiten. Nee. Oké. Anders moet je zeggen, ik heb nu full armor gewoon en een stone sword. Oh my god, ik word echt sterk. Ah, zo kun je inderdaad wel sterk worden als je een beetje gaat teamen of zo met meerdere mensen. Ja, inderdaad. Zie die gast voor ons? We gaan hem gewoon killen. Oh, hij heeft chain boots. Die willen we hebben, Milan, voor jou. Oh, hier is een chest. Ja. Wow, hier zit geld in. Best wel veel. Ik heb 14 geld. Okay. Wow. Hey, jullie horen bij elkaar, jongens. Ja, echt hè? Wow, kijk deze grote ladder. Oh my god, waar gaat die heen? Auw, wow. Ik word aangevallen, wow, doe wie? Ja, dat is zo'n dude. Wow, een bandiet, hij is dood. Ik killde hem ook. Hij is dood, en ik ben hierboven nu. Ik heb geen eten, heb je eten? Net opgepakt, maar daar ligt... Wat ligt hier? Niks. Ik heb geen eten. Oh my god, er was ineens een verrader. Ja, waarom heb ik in één keer dit zwaard? Dat wil ik niet. Zo. Kom eraan. Deze gast is echt nice, die gaf mij de golden dinges en... die gaf mij de stone sword en zo. Coins, ik heb wel wat eten, maar dat is twee. Twee brood. Ah, ja, ik heb helemaal niks. Ja, ik eet meteen op. Okay, nou, ik heb nog wel wat, maar dan heb ik geen eten, maar dat maakt niet uit. Hier. Nee, oeh. Ja. Nee! Oh. Gast. Dit is de beste rel ooit. Ik heb nog één hartje, ik ga dood. Zometeen. Als je geen... Je hebt geen food meer, je hebt niks... Een chest. Sorry Milan, een chest. Maar wow, hier zit best wel wat in. Ik heb 24 coins alweer. Ja, ik heb geen eten. Ik heb eten nodig. Kom, we gaan. We moeten echt eten zoeken. Moeten we of iemand killen, of... Ben jij ooit een chest tegengekomen met eten? Ik niet. Oh, ik zag daar een chest binnen. Zie je? Die zie ik niet over het hoofd. Nee. Hoppakee. Oh, er zit nog veel in ook. Ik heb 29 coins. 29. Ja, dat gaat lekker. Ik moet 65 hebben en dan heb ik iron chestplate. Maar gold is ook goed. Dus ik ga iemand rechts in de verte. Ik zie het. Ik ga denk ik voor een iron zwaard. Die is echt sterk namelijk. Vergeleken met wat de rest heeft, zeg maar. Oh, hier is weer dingen, zeg maar. Is hier food? Ja, hier is food. Hier kan je food halen. Ik ga food halen. Wil je ook wat hebben? Wat wil je? Lekker appeltje? Ja, hij heeft weinig nuttjes weer heel lang blijven. Ik zie een chest. Waarom kan ik niet vooruit? Ja, je hebt weinig geen eten, zeg maar. Ja, ik heb genoeg eten. Oh, maar dat is lullig als iemand anders eerder is. Oh my god, ik heb genoeg eten. Waarom kan ik niet winnen? Oh ja, gaat aanvallen. Why, we don't? Nee, fuck, weg. Oh mijn god, ik heb één hartje over. Kom, rennen en zo. Ja, ik ga rennen. Oh my god. Dit moet ik slim aanpakken, mensen. Waar is die? Oh, hij rent nog steeds achter me aan. Maar er is ook nog een vriend, geloof ik, die mij aan het helpen is. Ja, volgens mij... Oh my god, ik moet eten. Oh my god. Nee! Ik had niet genoeg foodbars, waardoor ik niet kon rennen, waardoor ik dood ging. Oh my god, maar kijkers, dit jammer, man. Was mijn avontuur. Samen met Milan. Ik sta in de span, jij ook? Ja, zit ook in de span. Dit was ons avontuur. Hopelijk vonden jullie het tof. Doe dan even die blauwe duimpjes omhoog. Zou ik heel erg waarderen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check ook Milans kanaal. En dan checken jullie Onderweg naar morgen. Is een mooie dag. Morgen 7 uur zie ik jullie weer. Peace.